Een vliegtuig is vanmiddag in de problemen gekomen op Groningen Airport Ilden. Het toestel dat uit het Duitse Endem kwam had problemen bij de landing. Het zakte daarbij door het voorste wiel. Toch kon de piloot het vliegtuig aan de grond zetten. Drie inzittenden kwamen met de schrik vrij. Er was groot alarm geslagen. Dat is protocol. Dan wordt er best veel gealarmeerd. Maar beter te veel dan te weinig. Gelukkig is het allemaal met een cister afgelopen.